Hoe lang wonen jullie hier al? In België? Ja. 3 jaar. Maar u spreekt heel goed Nederlands. En u begrijpt alles, mevrouw. Ik ga naar de Nederlandse les. Dat is belangrijk voor mij en voor mijn kinderen. Dat is waar. Dat is heel belangrijk. Hier op school leren onze kinderen goed lezen en schrijven en rekenen. En we hebben ook een speciale zorgleraar, meester Jan. Die helpt kinderen met leerproblemen. Hij geeft ze extra lessen, alleen of in kleine groepjes. Dat is misschien nodig voor Samira. Zij kan nog niet zo goed lezen. Dat is geen probleem, mevrouw. Meester Jan zal haar wel helpen. Is er ook sport op school? Wij doen heel veel aan sport op deze school. We gaan 2 keer per week turnen in onze grote sportzaal. En we gaan elke week zwemmen. En we gaan te voet naar het zwembad, want het is heel dichtbij. Dat vind ik heel leuk. Ja, sport is goed voor kinderen. Hoe laat begint de les? De school begint om 8:30. De kinderen moeten natuurlijk op tijd komen. En tot hoe laat duurt de les? Tot 16:00. En op woensdag tot 11:30. Woensdag na de middag is er geen les. Maar we hebben wel opvang voor de kinderen. Elke dag tot 18:00. Ook op woensdagnamiddag. Hebt u opvang nodig? Nee, mevrouw. Ik heb geen opvang nodig. Ik werk niet op dit moment. Oké, goed. Samira, jij zit bij juf Leen in de klas. Waar is de klas, mevrouw? Jouw klas, Samira, is op de 1e verdieping. Ik zal je straks naar je klas brengen. Tot ziens, mevrouw Abayo. Ayo Bami. Sorry. Kom je me dan straks halen? Maar tuurlijk kom ik jou halen. Dank u wel, mevrouw de directrice.